Nou, volgens het bestemmingsplan zou hier niet geteeld mogen worden. Dat is ook de reden dat er een vergunning is aangevraagd. En dat zou dus een wijziging van het bestemmingsplan inhouden. Dus er mag hier niet geteeld worden, nee. We zijn er niet blij mee, omdat dit veld, dit gladiolenveld, dat past al sowieso hier niet in het landschap. En het tweede is dat hier stoffen worden gebruikt om die gladiolen te kweken, die ook de biodiversiteit hier in het landschap aantasten.